u krijgt ook geen vergoeding van de gemeente? Nee, we krijgen geen vergoeding tot nu niet. We staan hier op de Coolsingel en we gaan de Coolsingel vanaf 9 april aanpakken. We werken er al heel lang naartoe, maar nu gaan we hem echt in uitvoering nemen en gaat die nieuwe Coolsingel werkelijkheid worden. Vanaf 9 april wordt de kant van het stadhuis afgesloten voor het verkeer. Vandaar komt de nieuwe rijbaan. De verbouwing neemt veel tijd in beslag, want pas in september 2019 is het oostelijke gedeelte van de Coolsingel klaar. De verbouwing duurt tot maart 2021. De ondernemers zitten voorlopig nog in de zandbak. De verbouwing op zich lijkt me een groot drama worden. Maar ik hoop dat het resultaat, en daar ben ik eigenlijk van overtuigd, dat dat wel mooi zal worden. En waarom een groot drama? Omdat het verkeer op dit moment met twee rijbanen al flink chaotisch kan zijn. En als er straks eentje uit is, ja, dan verwacht ik een hoop ellende. Ik vind de verbouwing voor de toekomst is goed, maar die tijdelijk die zoveel maanden of jaren gaat gebeuren, de verbouwing. Ik denk, wat moet ik te doen voor mijn zaak? En omdat mijn zaak gaat is zo dicht. Ja, om te beginnen zijn we zelf in een heel grote verbouwing aan de Coolsingel. Dus het is een enorme bouwput waar wij onderdeel van uitmaken en zelfs het enige lichtpunt zijn. En dat is de verbouwing van de Coolsingel en de Koopgoot, langs de Koopgoot, Lijnbaan en Binnenwegplein. Dus dat is eigenlijk het eerste waar we ons druk om maken en waar we ons mee bezighouden. Maar het gaat nu redelijk goed. Wij werken in fases tegelijk, dus niet in één keer de hele Coolsingel open. We gaan echt van vak naar vak naar vak. Dus wat klaar is, geven we gelijk weer terug aan het publiek. En wat alleen waar we bezig zijn, is afgezet. Dus zo proberen we de werkzaamheden te faceren en hoeft er niemand van ons dicht. Op papier is het allemaal goed uitgedacht. Maar zijn de ondernemers aan de Coolsingel ook op de hoogte gebracht? Ik heb alleen via de brief gekregen informatie. En één keer ook via de... ik heb voor zelf gezocht via de Facebook. Dus ik heb niet zoveel informatie. Nadat ik de gemeente zelf op heb geattendeerd, word ik al diverse malen uitgenodigd om bijeenkomst bij te wonen. Wij moeten dicht, dus wij hebben geen inkomen. Klanten komen niet bij ons. Als je krijgt geen klanten komen, dan krijg je echt problemen. Dus u krijgt ook geen vergoeding van de gemeente? Nee. We krijgen geen vergoeding tot nu niet. Maar het slechtste voor ons als horecaondernemer is het na seizoen, zeg maar, tegen de winter aan. En dat ze dan het trottoir gaan aanpakken ter hoogte van ons. Want dan kunnen we redelijk door blijven gaan. Nou ja, op het moment dat we bij een winkel voor de deur echt bezig zijn, zullen we op dat moment in overleg met de ondernemer maatregelen treffen dat we hoe zijn winkel toch bereikbaar. Niemand hoeft dicht voor onze werkzaamheden. Je kunt altijd bij je winkel komen, klanten kunnen altijd bij je winkel komen. Ja, op die dagen dat we voor jouw deur bezig zijn, dan zullen we even wat maatwerk moeten leveren. Maar dat zijn we in de binnenstad gewend. Daar houden we gewoon rekening mee met de belangen van de ondernemers.